Je denkt misschien, wat heb je voor iets raars op je kin? Nou, dit stickertje is bedoeld om het MMS-systeem van ConMap te testen. Dit is het MMS-systeem, het blauwe kastje. En het blauwe kastje neemt beweging van mijn stickertje waar. Dus het stickertje op mijn kin. Maar wat kan je daar nou mee, dat een kastje dat waarneemt? Nou, je kunt twee dingen ermee doen. Eén, je kunt een spraakcomputer bedienen die automatisch van de ene naar de andere picto of van het andere woord gaat. Die kun je dus door middel van een beweging te maken aanklikken, zodat je kan praten. Maar je kunt er ook mee alarmeren, bijvoorbeeld voor een zorgsysteem. Maar hoe doe je dat nou? Nou, we hebben nu ingesteld dat ik deze beweging maak. Een beetje een rare beweging, maar dan weten we ook zeker dat ik het niet per ongeluk doe. En het apparaatje ziet wanneer ik dat doe. Als hij dat ziet, gaat het rode lampje knipperen. En als ik dan 2 of 3 keer in te stellen hoe vaak tegelijkertijd met het rode lampje deze beweging maak. Nou, dan gaat dus het alarm af. We gaan het even proberen. Nou ziet hij. Kijk, je ziet het rode lampje gaat knipperen. Dat betekent dat ik een geslaagd alarm heb gemaakt. En dat op deze manier mensen van het zorgsysteem, van de nachtzorgcentrale of de zorg overdag, mij kunnen komen helpen zonder dat ik continu uitgeluisterd hoef te worden. Erg leuk om te proberen en het werkt ook erg goed. Doei!